Van wat in je leven heb je spijt? Jemig. Zoveel. Echt waar? Ik wou net zeggen, helemaal niks. Maar op een kleine schaal weet ik wel dat ik een keer... Ik had een heel fout vriendje vroeger. En dat ik een keer achterna was gefietst door een hele leuke, knappe, gezellige, vrolijke jongen. Die zei, wil je koffie met me drinken? Ik zei, nee, ik heb een vriendje. En dat was echt een oedlul. Dat ik nog steeds denk, jee, maar wat zonde. Waarom heb ik dat nou niet gedaan, joh? Oud was ik, kom op. En terwijl ik had dat vriendje van mij, die ging heten met iedereen een koffie drinken die tegenkwam ongeveer. Dus ik dacht, laat ook, wat heb ik daar toch braaf zitten doen? Ja, toch van die dingen dat je denkt, hoe was dat dan gelopen? Maar in grotere versies, ja, zoveel spijt, joh. Zoveel. Wat staat er nog op je bucketlist? Heb je een bucketlist? Ik heb geen bucketlist. Heb ik niet, eigenlijk. Nee, dat heb ik niet. Want de dingen die ik nu heel leuk vind, vond ik misschien een paar jaar geleden helemaal niet leuk. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet... Misschien wil ik ooit wel surfinstructrice worden, terwijl ik van mijn leven dat nu echt niet aan moet denken. Nee. Dus ik weet nog niet wat mijn bucketlist is eigenlijk. Dat zit je wel doen, ergens aan een lekker ja, mooi dat strand. Ik vind heel lief dat je dat zegt. Zanzibar, zo. Of een lekker echt... geantwoord. Nou, dat vind ik toch leuk dat je dat zegt, ja. Ja, alles is mogelijk. Alles is mogelijk. We leven natuurlijk in een tijd en in een regio waar echt alles kan. Dat is wel echt bijzonder. Dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Bucketlist. Ja, heel gelukkig worden en blijven. Blijven, ja. Ik wil heel graag een keer naar Canada. Ja, daar wil ik ook naartoe. Ik ga misschien in de winter. 2 weken. Maar het is heel duur en ik heb niet gespaard. Dus. Er zijn zoveel dingen die ik nog wel zou willen zien en doen. Ja, echt een bucketlist. Maar echt dat je denkt, dan kan ik niet zonder leven. Dan kan ik sterven. Ik wil wel een keer een hond. Ja. Een hondje. En een varkentje. Die, heb je die gezien, hond die daar? Nee. Die wil ik, precies die. Oh, die een beetje die poedel, koningspoedel. Ja, die is prachtig. Koningspoedel wil ik. Oh. Nou ja, ook best haalbaar. Ja, nou ja. Maar, ja. Het is wel meer een soort baby in huis halen natuurlijk. Ja, dus dat moet je ook goed timen. En voor een koningspoedel moet je ook sparen. Die zijn niet heel... Nou ja, goed. Nou, je moet vooral veel thuis zijn. Ja. Dan kan je weer niet naar Canada. Nee. Met je koningspoedel. Nee. Op wat in het leven ben je het meest trots? Easy. Ja. Kinderen. Tuurlijk. Had ze. Je kinderen. Dat ik nu ook iets heel anders zou zeggen. Dat jij denkt, nee. Ja, tuurlijk. Ten eerste dat je het überhaupt op de wereld hebt kunnen zetten. Dat vind ik al vrij... Dat vrouwen dat overal ter wereld maar doen. Elke keer. Ja. Dat is echt, daar moeten standbeelden voor opgericht worden.